Nababbelen doen we met Martijn Oosterwijk. Ja. Ik zeg het vaker over goalies. Jij was vandaag een Berlijnse muur. Wat een pot. Ja, het ging erg lekker. We speelden als team gewoon heel erg goed. Verdedigend heel sterk voor in en rondom de goal. Veel schoten van buitenaf, wat natuurlijk niet altijd makkelijk is, maar ik kon ze goed zien. We hebben het over die boycott gehad, maar dat was niet voor de spelers. Dus dat is opgelost. Ik ben blij dat ik ook met de Flyers kan babbelen na zo'n wedstrijd. Wat je al zegt, verdedigend stond het perfect. Ik heb het natuurlijk kunnen aanschouwen. Maar je gaf heel weinig rebounds weg. Het was echt, als ik het vergelijk met die twee wedstrijden tegen Den Haag. En dan niet de halve finale, maar de landskampioenschap en de bekerfinale. Ja. Toen was ze wat meer, gaf je wat meer kansen weg, laat ik het zo omschrijven. Ja, het waren twee belangrijke wedstrijden. Waar we collectief niet allemaal even scherp waren, denk ik. Ik denk dat de bekerfinale was een goede pot aan beide kanten. Het was een heel mooi ijshockey ook. Ja, hun waren toen net iets beter. Wij staan nu al in de finale. Het is een lekkere pot om mee te beginnen. Dat is heel makkelijk. Als je zo keept als vanavond is morgen. Ik wil niet zeggen makkie. Maar de kans is dan groot dat jullie wel die titel pakken. Ja, maar goed, hun keeper stond ook gewoon goed te keepen, weet je, wel wat meer rebounds. Wij profiteren op de powerplay. Ik denk dat het wel weer een battle van de goalies was. Ja, twee redirects, dat weet je zelf als goalie, dat zijn van die klote goal. Ja, goed, die heb je er ook bij, die heb ik ook wel eens tegen, vandaag niet. En nu op naar morgen. Lekker relaxen. Ik vind het al lang, 250 kilometer. Voor jullie is denk ik bijna 450. Ja, ik heb geen flauw idee. Ik ga zo meteen lekker slapen in de bus. En als jullie aankomen, dan reis ik weer door naar Groningen. Dus. Ja, succes morgen en hartstikke bedankt. Ja, dankjewel.